Het coronavirus heeft ook een grote impact op condoleances, uitvaarten en crematies. Hoe gaan jullie om met de landelijke richtlijnen? Ja, wij volgen natuurlijk de landelijke richtlijnen op de voet. Wij zijn vrijdagmorgen direct naar de landelijke richtlijn bij elkaar gekomen als bestuur. En we hebben de richtlijn overgenomen die het RIVM heeft gemaakt. Dat betekende vanaf vorige week vrijdag dat we maximaal met 100 mensen bij elkaar mochten zijn. Maar goed, zondag werd dat alweer achterhaald en is er een nieuwe richtlijn gekomen. En die hanteren wij nu ook. Dus wij kregen van onze brancheorganisatie ook een richtlijn. Die hebben wij maandagmorgen direct weer besproken met de uitvaartleiders. En het was alleen nog niet duidelijk met hoeveel mensen we maximaal bij elkaar mochten zijn. Dus toen was de richtlijn alleen eerste graads mensen mogen aanwezig zijn bij de uitvaartdiensten samen met hun aanverwanten. Nu is de richtlijn gistermiddag aangepast en mogen er maximaal 30 mensen bij een uitvaartdienst aanwezig zijn. En condoleren, dat doen we niet meer. Want ook dat brengt toch te veel contacten met zich mee. Tijdens de diensten zorgen we ervoor dat we ook 1,5 meter uit elkaar zitten. En dat kan ook met 30 mensen. Dus wij houden ons strikt aan de richtlijn. Ook wat betreft het koffie schenken en het thee schenken na de uitvaarddienst, dat doen we nu ook niet meer. Mag de uitvaartleider nog wel bij de mensen thuiskomen? Nou, dat is een moeilijk punt. De richtlijn is dat wij dat telefonisch moeten gaan doen. Maar dat is bijna niet te hanteren. Ja, er zijn zoveel zaken die geregeld moeten worden. Dat is bijna niet te doen. Nee, dat vinden wij ook. Dus de uitvaartleider die gaat wel naar de mensen toe. Maar zorgt dat hij echt de nodige afstand houdt. En op de hygiënemaatregelen met veel handen wassen. Dat wordt natuurlijk wel gehandhaafd. Maar het persoonlijke contact, ook, je moet er ook zijn voor troost. En dat kan niet via de telefoon. Als de overledene thuis is opgebaard, krijgt men dan dezelfde instructies? Ja, de thuisopbaring kan gewoon doorgang vinden. Maar we moeten daar ook wel de afstand in acht houden. Maar de condoleances aan huis, dat kan gewoon niet. En de uitvaartdienst, daar kunnen we dan met maximaal 30 personen in voorzien.